Tientallen kinderen verzamelden zich woensdag in de boekhandel van Voorhout. Kinderboekenschrijfster Tosca Mente presenteerde daar namelijk haar nieuwe boek De Wraak van Lorre. Dit was georganiseerd door Marou Schouten, wat leidde tot een ongekende drukte. Ja, er waren echt heel veel mensen vanmiddag. Ja, heel erg leuk, ja. Ja. En in hoeverre is uw ambassadrice daar nou verantwoordelijk voor? Nou, eigenlijk voor 95%. Het is niet helemaal waar natuurlijk, want veel mensen kennen al Dummy, maar die waren hier nooit geweest als Marou niet zoveel reclame had gemaakt. Dus dit is helemaal te danken aan Marou. Ik weet niet waar ze is, maar dank Marou, Marou. Ja. Jij bent ambassadeur van Tosca. Hoe word je dat? In het Rijksmuseum van Oudheden ging Tosca haar derde boek van Dummy presenteren. En daar was ik ook bij gaan kijken. En toen ik naar huis ging, kreeg ik een tas mee. En daarin zat een hele brief over de wedstrijd. En toen wou ik daar heel graag aan meedoen. En toen heb ik geschreven dat er veel kinderen in mijn klas, dat die niet erg van lezen houden. En dat die misschien wel, doordat ze de boeken van Tosca lezen, meer van lezen gaan houden. Omdat Tosca's boeken zijn super grappig. Naar de boekhandel gekomen voor een handtekening van Tosca. Waarom is zij zo'n leuke schrijfster? Al haar boeken zijn heel leuk en spannend en ook tegelijkertijd heel grappig. Zou jij mij kunnen vertellen waarom zij zo'n leuke schrijfster is? Nou, want ze heeft heel veel leuke boeken. En welke boeken zijn dat bijvoorbeeld? De Mini Mummy, De Gouden Scarabée en Wraak van Lorre. Wraak van Knor. En heb jij die allemaal al gelezen? Nee. Nog niet? Nee, nog niet. En u bent hier ook voor uw nieuwe boek, De Wraak van Lorre. Ja. Wat is dat voor een boek? Dat is een boek over een papegaai met een houten poot. Dat is een beetje zielig. Bladzijde 1 gaat hij gelijk door het raam naar buiten. Ja, het raam knalt dicht, pootje eraf. Best wel zielig. Ze heeft een houten poot, want hij woont gelukkig bij iemand die pootjes kan snijden. En hij kan heel mooi opera zingen. Ja. En, maar zijn baasjes, ja, die raakt hij kwijt, helaas. En dan komt hij bij een jongen en een meisje. En dan gebeurt er van alles. Ik kan nooit zo goed uitleggen. Het is spannend. Spannend boek over een papegaai met houten poot. En nu ben je ambassadeur. Haar nieuwe boek, heb je die al gelezen? Ja, die heb ik al uit. En is het een goed boek? Ja. Welk boek heb jij nu meegenomen? Dummy de Mummy. Nu snel naar huis om te lezen? Ja.